college heeft een adviesgroep ingesteld die zich buigt over de huisvesting van arbeidsmigranten in Altena. De adviesgroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging uit Altena, kwam vandaag bij elkaar en presenteerde het advies aan wethouder Matthijs van Oosten. De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena. Het beleid dat het college wil opstellen voor de huisvesting van deze migranten moet recht doen aan de belangen van de migranten zelf, maar zeker ook aan de belangen van de eigen inwoners. Een mooie dag voor de adviesgroep rondom huisvesting arbeidsmigranten. Wij hebben al in het verleden al beleid gehad en hebben nog steeds beleid rondom de huisvesting arbeidsmigranten. We zien echt dat als gemeente ook gewoon vraagt om een herziening. De politiek Altena vraagt daar ook echt om. En deze adviesgroep, samengesteld uit allerlei verschillende partijen, inwoners waren aanwezig, het bedrijfsleven was aanwezig, de uitzendbureaus zelf, de ZLTO, de GGD, noem maar op. Alles was vandaag hier aanwezig op het Altena College om gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we nou de huisvesting van arbeidsmigranten in Altena vorm gaan geven. Ik heb net de terugkoppeling gekregen. De inhoud is, dat is te veel om in één keer nu samen te vatten. Ze willen ook graag nog een keer samen bij elkaar komen. Om ook het advies wat er nu ligt, in ieder geval de contouren wat aan te scherpen op een aantal terreinen. En wat ik zo begreep was het in ieder geval een succesvolle dag. En heeft iedereen het als zeer waardevol ervaren om met elkaar tot dit advies te komen. Wat straks naar BMW gaat, zodat wij in het college daar een goedkeuring op kunnen geven en dan doorgeleiden naar de gemeenteraad van Altena, zodat die daar ook hun ding mee kunnen doen en hun advies over kunnen geven. Een bijzondere dag ook voor jullie als uitzendorganisatie, denk ik, hier in de gemeente Altena op het Altena College. Ja, inderdaad. Het was een inspirerende dag. Ja, wat uiteindelijk eruit komt is dat kwaliteit ontzettend belangrijk is. En dat is iets waar wij als uitzendorganisatie erg op gefocust zijn. Omdat wij morgen ook uitzendkrachten willen hebben en volgend jaar ook. Het is omdat de mensen uit het buitenland komen, is het iets wat bij ons eigenlijk op het bordje gekomen is en ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. Ik heb me er altijd op gefocust dat dit ontzettend belangrijk is om een goede huisvesting te realiseren waar mensen zich thuis voelen met voldoende ontspanningsmogelijkheden, waar voldoende privacy is. Bibliotheek Cultuur.Altena schoof ook aan bij het overleg en ziet kansen. Als we het hebben over voorzieningen, moeten mensen zich ook thuis kunnen voelen. Dus wellicht kunnen wij iets doen als Bibliotheek Cultuurpunt in een stukje cultuur, eigen cultuur, of in boeken of in uitleen. Maar daarentegen hebben we natuurlijk ook gewoon een opdracht in verbinding leggen in kernen. En daar kunnen we wellicht ook, hoe weet ik ook nog niet, maar in ieder geval zijn we daarvoor beschikbaar om dat te doen. Een bijzondere dag vandaag voor de gemeente Altena, denk ik. In ieder geval het probleem waar we hier vandaag voor bij elkaar waren, dat is arbeidsmigratie. En dat is van belang voor de streek. Als er dus geen arbeidsmigranten meer naartoe zouden komen, dan zou een heel stukje economie, vooral agrarische sector en ook een stukje aanverwant, zou niet meer kunnen hier in deze omgeving ook niet. Dus het is goed dat de gemeente er is en dat hij er bij elkaar geroepen heeft om eens te kijken van hoe we dat bij elkaar op kunnen lossen en eventuele knelpunten, ook dat we daar een kind voor zien dan. Wethouder Matthijs van Oosten kijkt met alle aanwezigen terug op een geslaagde dag. We zien overal, hebben we de handjes nodig. Want als die handjes er niet zouden zijn, zou het stil liggen. En dan moet je ook gewoon je verantwoordelijkheid pakken als gemeente. En zeggen van jongens, het is niet de vraag of we ze gaan huisvesten. Nee, de vraag is hoe we ze gaan huisvesten. En dat was vandaag wel heel duidelijk wat mij al even teruggegeven is. Het gaat om kwaliteit en het gaat om menswaardigheid. En daar gaan we vooral met elkaar ook naar zoeken om dat voor elkaar te krijgen.